Welkom luisteraars bij Vonk Radio. Mijn naam is Fons Jansen en ik sta hier met Mark en Bels. En we hebben net een filmpje gekeken van A-Seed. En een zeer inhoudelijk gesprek. Er kwam echt van alles voorbij met over milieu, vanuit Yara, landbouw, hoe gender daar ook een rol in speelt. Mels, jij hebt je ook een beetje verdiept in A-Seed. Kan je ook vertellen wat ze hier lokaal in Nederland doen? Ja, A-Seed bestaat natuurlijk 10 jaar, maar 3 jaar zijn ze ook al heel erg betrokken geweest bij de strijd om de Luktermeerpolder in Amsterdam. Ik woon zelf ook in Amsterdam. Ik ken de polder. Het is een polder die al 100 jaar wordt gebruikt voor landbouw. En nu wil KLM, Schiphol wil eigenlijk gaan uitbreiden. Ik ben benieuwd hoe dat er eigenlijk, waar die intenties nu straks naartoe gaan. Omdat natuurlijk KLM ook flink in de problemen zit. Maar daar komt een enorm budget voor vrij om die weer aan de gang te krijgen. En die polder is heel uniek in Amsterdam. Zoals ik al zei, Schiphol Area Development Company, SADC. Ik doe me denken aan AC/DC. Die wil eigenlijk daar gaan verbouwen. En die wil daar opslagruimtes gaan maken, distributiecentra. Omdat het natuurlijk voor hen heel erg dichtbij is. Ze kunnen daar gelijk alles naartoe schippen vanuit Schiphol. En daarna verder distribueren over het land. Dus zij zien daar een enorme kans. Maar dat betekent wel dat eigenlijk een van de laatste polders in Amsterdam daar weggekaapt wordt. En wat wil A-Seed daar tegen doen dan? Zij hebben een plan, een biopolderplan. En met dit plan willen ze de waarde van de polder vanuit een ecologisch oogpunt verhogen. Zodat de biodiversiteit toeneemt en de klimaatadaptie van het gebied verder uitbreiden. Ja, mooi. Mark, wat vond jij van het filmpje? Ja, ik vind het natuurlijk super leuk om te beginnen om hun te zien en Chiara te zien en de betrokkenheid te voelen. Ik ben zelf heel veel in Tanzania geweest, ik denk wel 10 keer, misschien wel meer. Het is een heel arm land. Als je daar platteland komt, dan zie je dat en voel je dat ook. Ook de hele landerosie, dus ja, het proces daar is van, ja, een boer heeft te veel kinderen en heeft een stukje land en dan moeten de kinderen een stukje land en dan wordt het stukje land in tweeën geknipt en dan heb je 2 boeren en het wordt alsmaar kleiner. Dus dat is gewoon een enorm sociaal probleem natuurlijk. En die schaalvergroting is ook een probleem. Enerzijds een korte termijn probleem, anderzijds een lange termijn zal er wel iets moeten gebeuren in die landbouw. En die grote bedrijven die pretenderen dan dat ze de productie kunnen verbeteren. En dat is voor die individuele boer daar misschien wel een goed idee. Maar er zit geen minimumprijs aan. Dat is het eind van het liedje. Er wordt meer geproduceerd. Hè. De aanbod op de wereldmarkt gaat omhoog. De prijs gaat omlaag en per saldo wordt het niet beter. Dus dat is heel herkenbaar als je die verhalen hoort. En dat is ook een reden waarom wij altijd zeggen, ja, je moet gewoon werken met minimumprijzen. Hè? Want anders dan heb je die race naar de bottom, die blijft maar gaan. Hoe meer de boeren helpt dan, hoe slechter het wordt bijna, als je heel cynisch bent. En dat is moeizaam. Ja. Nou, waar ik zelf aan dacht toen ik het filmpje keek, was over die verschillende waardes die je moet hebben. Dus ja. Naast inderdaad met landbouw gaat het niet alleen maar om productiviteit en dat je een kwaliteit product maakt. Ja. Want uiteindelijk is dat dus wat de consument ziet in de supermarkt. Die ziet niet het hele verhaal erachter. En dat moet je juist zichtbaar maken. En ook juist de zaken die ook zaken kosten om te zorgen dat je een goede gemeenschap daar hebt. Ja. Dat je naast een gezond product ook een gezonde omgeving daar maakt. Ja. Natuur inclusief de boeren. Dan moet daar inderdaad ook meer voor staan. Waardoor die prijzen een beetje omhoog moeten. En als je kijkt nu in Nederland. In de geschiedenis gezien betalen we nu het minste aan voedsel procentueel. Ja. Maar die combinatie met de sociale problematiek is zo groot. Want dat super kleinschalige landbouwen, dat kan niet. Uiteindelijk kun je daar nooit fatsoenlijk voldoende aan verdienen. Dus het is essentieel dat die boeren niet alleen geholpen worden, maar dat er ook scholen zijn, dat die kinderen naar school gaan. En zodat die kinderen van die boeren niet allemaal weer boer hoeven te worden, maar dat die gewoon elektricien kunnen worden. Ja, dus die sociale kant is zo belangrijk. Ja. Nice. Mels, wat vond jij van de video? Ik vond het heel mooi. Wat ik ook terugzag, een beetje activisme bij haar. Hè. Dat is iets wat ik zelf wat minder heb.
Maar ik vond wel heel mooi hoe zij eigenlijk... Ik zag de systeemtheorie. Kennen jullie de systeemtheorie? Alles zit, heeft met elkaar te maken. Alles beïnvloedt elkaar. En dat zag ik heel erg terug in haar benadering. En dat is wel grappig, want ik had het eigenlijk nog nooit zo precies op die manier over nagedacht. En van die onderwerpen aan elkaar koppelen, zoals gender en dan haar project. Ja, ik was er niet gelijk op gekomen, maar het, als ze het zo vertelt, dan snap ik dat wel heel erg. Wat was jouw gevoel erbij? Ja, kijk, wat ik zelf echt zie als ik naar het interview kijk, is echt een NGO die ze echt inzet voor het goede doel. En dat ze gewoon ziet dat bepaalde instituten niet meer te vertrouwen zijn. En dat je er geen grip op hebt. En ik had dat in mijn studententijd ook in Wageningen een poos. Heel veel NGO's zijn ook vanuit Wageningen begonnen over internationale ontwikkeling. Wat ik zelf geleerd heb de afgelopen jaren, is dat je niet moet opgeven en alleen maar op de straat moet zitten, maar ook dat je moet werken van hoe kan je het systeem, of de politiek, of de beleidsmakers, of in dat land, dat van binnenuit toch veranderen. En toen ik zie vanuit Volt, zie ik weer een nieuwe mogelijkheid om te zorgen dat we ook het buitenlands beleid met landbouw in Europa ook veel beter aan elkaar kunnen stellen als burgers. Want Yara zit bijvoorbeeld in Nederland, is een Noors bedrijf, maar die hebben productiefaciliteiten op heel veel plekken. Maar het is een Europees geluid, als de Europese Unie is eigenlijk het instituut om te zorgen dat zo'n bedrijf op de vingers getikt moet worden als er inderdaad iets niet klopt wat zij buiten Europa doen. Nou, is het gewoon met één enkel land is dat gewoon veel moeilijker, omdat dat land verschillende productiefaciliteiten heeft. Ja, je hebt het nu ook even snel met de koppeling met Volt daarover. Ja, wat ik ook zo mooi aan Volt vind, is dat ze eigenlijk, voor ons is dan dat de EU, hè, en wij doen daaraan mee. We zitten nu zelfs met één zetel in het parlement en we willen eigenlijk dat gaan hervormen. En ja, dat kan alleen maar doordat wij mee gaan doen aan dat systeem. Dus ik zeg niet dat het een of het ander beter is, want ik denk dat het alle twee moet. Als we kijken van hoe kunnen we naast die individuele acties ook echt die systeemverandering maken die nodig is, omdat we die klimaatdoelen moeten halen, omdat het gewoon niet goed staat met onze natuur in Europa, is dat we echt elkaar moeten vinden. Sociaal ondernemers, burgeractiegroepen, politieke partijen die ook echt met elkaar samen in de politieke partijen ook, of in de programma's het verschil maken, maar ook dat burgers niet de hoop opgeven dat het niet kan veranderen, maar dat ze juist extra proactief mee moeten doen in de maatschappij. Dat is niet altijd makkelijk, want sommige mensen moeten rondkomen dagelijks en hebben vaak een voltijd baan. Maar juist die één of twee vrijwilligersuurtjes, als we dat met z'n allen doen, maak je toch het grote verschil. Als je ziet hoe die scholieren toch een paar dagen zijn gaan staken en toch het al in Den Haag op de agenda hebben kunnen krijgen. Als we nu zorgen dat dat ook op Europees niveau gebeurt, nu met de Green Deal. Als we nadenken van wat willen we en hoe maken we het concreet en hoe zorgen we dat we daar met de beleidsmakers echt over in gesprek gaan en ook zorgen dat we goede vertegenwoordigers hebben bij zaaltjes en conferenties waar jongeren of bepaalde groepen niet aanwezig zijn. Je moet eigenlijk juist op heel veel plekken aanwezig zijn naast de straat om te zorgen dat het ook uiteindelijk in beleid komt. Nou, wat je ook zegt, hè, wat zij ook eigenlijk zegt, is die persoonlijke verantwoordelijkheid, die individuele verantwoordelijkheid en persoonlijke consumptie kunnen overgaan naar collectieve actie. Wat is er nodig voor die overgang? Mark, ik wil jou ook heel graag bij dit gesprek natuurlijk betrekken. Ja. Wat is er volgens jou nodig voor die overgang? Ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een wat andere generatie. En ik ben heel vereerd dat ik met zulke... Ze heeft het ook meegemaakt, volgens mij. Betrokken en slimme mensen mag spreken. Kijk, ik zeg wel eens, ik ben wel optimistisch, maar niet wel positief, maar niet optimistisch. In de zin van, ik snap wel, als ik ook luister naar het filmpje, van dat mensen een soort van wanhoop hebben van, ja, sommige dingen gaan alsmaar slechter. Hè? Dus er komt gewoon steeds meer plastic in die oceaan. Kan ik het verschil maken? Het antwoord is nee, dat kun je niet. We zijn met 8 miljard. En gelukkig maar, hè, want er zijn ook mensen die heel veel schade doen. Poetin of Trump. Dus die idee van ja, het is alleen maar waardevol als ik ergens iets kan aanraken waardoor alles verandert. Dat is niet wat het is. Hè. Wat belangrijk is dat je denk ik op een positieve manier voor jezelf zegt, zo wil ik iets doen, hier wil ik aan bijdragen. Hoe meer mensen dat doen, dan beweegt er iets. En ja, dat gaat natuurlijk heel langzaam. Hè. Als je jong bent, dan denk je dat 3 jaar veel is, maar dat is niet zo.
En sommige dingen kosten een generatie, twee generaties, drie generaties. En ik denk dat die positieve beweging, die onderstroom, ja, die voel je wel. Maar echt de turning point op een aantal van dit soort thema's, ja, hebben we nog niet bereikt met z'n allen. En het is natuurlijk jammer als dat pas over 20 jaar komt in plaats van over 2 jaar. Maar dat maakt de inspanning niet minder waard. En ik denk dat heel belangrijk is. Ja, maar ik kijk er toch wel anders naar, omdat als je kijkt naar het debat in landbouw over ontwikkelingssamenwerking, dat speelt al echt vanuit de jaren 60, 70, als ik de geschiedenis van de WUR moet geloven van de archieven, want de WUR was een paar jaar geleden 100 jaar geworden. En ik denk van ja, leuk over 20 jaar, maar de ambities, de uitvoering van die plannen, dat zijn ze echt al 20 jaar over aan het steggelen. En nu hebben we gelukkig het klimaatakkoord uiteindelijk concreet hebben. En als we over 20 jaar wachten en dan het willen halen, ja, dan moet er een crash komen. Terwijl je juist nu gewoon hele gerichte acties hebt vanuit de overheid, vanuit ons allemaal, om te zorgen dat die verandering plaatsvindt. Ja, daar ben ik het ook mee eens hoor. Maar het is alleen als het wat langer duurt dan je hoopt, hè, is de inspanning niet minder waard. Dat is gewoon. En er zijn natuurlijk heel. Kleverige systemen die heel moeilijk te doorbreken zijn. En want jij zei ook over, hè, van ja, als het niet klopt. Maar ja, kijk, dat zie je ook met bepaalde keurmerken. Zeg ja, nee, wij doen heel veel voor die boer. En dan zo'n bedrijf gaat zich dan heel mooi positioneren. En die doet ook programma's met die boeren. Maar het doel is niet om die boer te helpen. Het doel is om betere kwaliteit toevoer te hebben voor een lagere prijs. En dan wordt dan gezegd, ja, maar het is ook goed voor de boer. Maar het is niet zo makkelijk om te zeggen, dat klopt niet. Weet je, er zijn heel veel dingen waarvan je denkt, ja, het werkt gewoon echt averechts uit. Maar het is niet goed. En het is niet zo simpel om al die dingen, want dat zijn zoveel dingen. Ja, precies. Huh? Want dat is het ook. Want als je nu kijkt naar die systeemverandering, een van de grote beleidstrajecten die nu opgetuigd zijn, is de Europese Green Deal. Ja. En een van de dingen die ik nu aan het doen ben, is het opzetten van een nieuw initiatief. Heet Green Deal for Youth, waarbij we jongere vertegenwoordigers, jong professional groepen en jonge klimaatleiders echt bij elkaar willen brengen om te zorgen dat alle thema's die zij interessant vinden, initiatieven, ook precies dat feedback geven over de European Green Deal op dat verschillende thema. Ja. En dat veel dingen, burgers heel veel echt goede input hebben, maar dat ze het ook niet weten bij welk beleidskastje of bij welke conferentie ze dat moeten geven. En dat die link een stuk kleiner is. En politieke partijen helpen daarbij, allemaal. Want ja, die zitten allemaal dichter bij het beleidsproces. Dus ik vind ook gewoon dat veel meer mensen gewoon moeten nadenken van, hé, maar politieke partijen is meer dan alleen maar stemmen en lid zijn. Het gaat er echt over, ja, maar hey, we hebben een maatschappelijk doel met z'n allen. Hoe kunnen we zorgen dat we dat gaan halen? En politiek is ook een deel van de oplossing. Dus een van de dingen die ik nu concreet aan het doen ben, is zorgen dat we burgerparticipatie op Europees niveau beter gaan inwerken. Ja. Want we hebben het Europese Climate Pact. En waarbij ik nu online evenement aan het opzetten ben, dat jongeren daar input kunnen leveren van hoe willen zij onderdeel zijn van de Europese oplossing. Ja, en heel belangrijk, want dit is volgens mij ook de generatie die het moet gaan doen. Dus dat die dan een stoel aan die tafel krijgen om ook hun feedback te geven, lijkt mij niet meer dan redelijk. Ja, om daar een concreet voorbeeld te geven naar het interview. Hè. Als je kijkt naar Yara, zij maken kunstmest. Er zijn verschillende manieren om kunstmest te maken. Maar je kan ook met minder kunstmest werken als je je landbouwmodel aanpast. Hè, zodat ze betere vruchtwisseling doen. Hè, dat er gewoon slimmer geboerd wordt met druppelinstallatiesystemen. Zodat die plant precies de hoeveelheden krijgt wat nodig is en niet een overvloed heeft. Maar ook op het gebied van kunstmest zelf, dat beetje dat misschien gemaakt moet worden. Om te zorgen dat je toch genoeg stikstof in de grond hebt, is door te werken met kleine biogasinstallaties, misschien lokaal. Hè? Of om juist te kijken van welke bacteriën zijn er die stikstof kunnen fixeren en in de grond kunnen steffen. Dan heb je zelfs geen kunstmest nodig, maar kun je juist met biotechnologie, een van de oplossingen waar ik heel veel over leer, kan je dat ook op toepassen. En dat gebeurt bij de werknemers die nu bij dat bedrijf zijn, want de komende 20 jaar moeten zij hun bedrijf ook daar allemaal op aanpassen. Ja, maar het probleem is natuurlijk dat als het verdienmodel van Yara is het verkopen van kunstmest, dan gaan ze daar niet in investeren. Dan moet of iemand anders dat doen, of zij moeten iets anders, moeten een ander model creëren. Ja. En daar zit natuurlijk gewoon altijd, dus de vraag is van ja, waarom veranderen dingen zo langzaam? Ja, er zijn altijd gevestigde bedrijven die belang hebben bij dat het werkt zoals het werkt. Ja, en als jij je geld verdient aan het oppompen van olie, of je verdient je geld aan het maken en verkopen van kunstmest, en jouw aandeelhouders, ja, die willen gewoon elk jaar hun dividenden,
Ja, dan doorbreek je dat dus niet zo eenvoudig. Dat is precies... En het heeft ook moed nodig om te zeggen van wij verkopen geen kunstmest, maar wij verkopen zorg voor planten, zodat zij betere opbrengsten geven met waardes voor milieu. Ja. Hè? Maar Mark, je zegt hier eigenlijk wel iets heel belangrijks, want dat betekent dat die bedrijven hebben eigenlijk een belang, waar ze natuurlijk ook heel erg voor gaan staan op alle verschillende soorten planeten. En dat betekent dat die bedrijven ook een hele grote invloed hebben op ons klimaatbeleid. Ja, zeker. Dat is misschien niet altijd wenselijk. Hoe kan het nou dat die bedrijven dat nog zo'n vinger in de pap hebben en dat beleid zo beïnvloeden? Heb je daar zelf ervaring mee? Ben je dat zelf ook tegengekomen? Ja, de hele tijd natuurlijk. Kijk, weet je, ook de beurs, hè, de beurskoers, dit zijn allemaal menselijke systemen. Soms doen ze dat, de beurs gaat omhoog, omlaag of zo, weet je wel, net alsof het net als regen of zo, maar dat is natuurlijk niet zo. Allemaal menselijke systemen. Als je kijkt bij VNO, hè, even als voorbeeld, die hebben dus mensen in het hoofdbestuur vanuit branches, de sigaren en de sigaretten hebben een eigen branche gecreëerd. Dus ze hebben twee zetels in het hoofdbestuur van de VNO. En de VNO heeft weer zo'n eigen agenda en die gaat dan, de Unilever en Shell zeggen, nee, we moeten geen dividendbelasting in de hel betalen. En dan gaat de VNO daar achteraan roep toeteren, wat ten koste gaat van het midden- en kleinbedrijf overigens. Maar het zijn allemaal menselijke systemen. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk milieuactivisten en die hebben we ook nodig. Maar ja, de Shell die lobbert ook, die hebben hun eigen belang. En iedereen probeert dat te beïnvloeden. Maar hè, wat je dan opnoemt, van het gaat erom dat die bedrijven dus bij die grote brancheorganisaties ook erbij zijn. En die hebben dus die aandeelhouders die dan maar pushen op dat korte verdienmodel. Ja. Hoe kijk jij dan naar de toekomst van het aandeelhouderschapsmodel? Moet dat helemaal op de schop? Moet dat verwijderd worden of moet dat anders ingevuld worden? Kijk, een deel van die aandeelhouders zijn weer onze pensioenfondsen. Hè, en dus dat zijn we eigenlijk zelf? Nou ja, dat is grappig. Nee, want je hebt daar geen bal over te zeggen. Hè, dus als jij pensioenpremie betaalt voor jouw pensioen, heb je nul invloed op wat jouw pensioenfonds eigenlijk doet. Maar er is ook, en dat is wel echt belangrijk, er is ook een zuurstofgebrek. Want die pensioenfondsen van ons, die hebben allemaal onderdekking. Dus, en jij wil wel je pensioen. Hè? Dus er is een zuurstofgebrek. En kijk, meneer Bezos, hè, de baas van Amazon. Ik weet niet of je hem kent. Maar die is de afgelopen anderhalf jaar 60 miljard rijker geworden. Ja. Is eentje. Een van de rijkste personen van de wereld. Nou, het is heel snel gegaan. Maar het is geen uitzondering. Want in China en Europa en Amerika heb je heel veel Bezosjes. En dat is dus een probleem. Want reken maar eens uit. Heb ik niet gedaan. Want ik heb al gezegd, reken eens uit. Maar ik heb zelf de moeite niet genomen. Maar dat kunnen jullie meer. Maar wat kost nou 3% salarisverhoging voor alle verpleegsters in Nederland? Hetzelfde bedrag, denk ik. Nee, dat valt heel erg mee. Dat is het punt juist. He, dus het afromen, he, dus al het geld gaat naar boven. He. Die 1% van de wereld, die verdient zoveel geld. En dat is gewoon ook voor de democratie een heel groot probleem. Want die macht neemt ook alsmaar toe. Ja. En waarom ze dat doen, weet ik niet. Wat moet je met 60 miljard? Weet je wel? Hoeveel huizen kan je hebben? Er is geen reden waarom iemand 60 miljard euro, dollar of whatever zou moeten hebben. Dat... Precies, wat werd gisteren ook genoemd, hè, door Sander Schimmelpenning. Van de extreem rijken, die hebben juist zoveel waarde kunnen creëren door middel van de staat, door het middel van onze samenleving. Ja. En als je zo'n excess hebt, dan moet je eigenlijk ook veel meer kunnen teruggeven. Want anders haal je er alleen maar geld uit de samenleving en zorg je voor dat de belevenszekerheid voor veel meer andere mensen juist nu in het geding komen. Nou ja, in Amerika worden ze allemaal minister, hè? Dus het hele kabinet van Trump zit vol met miljardairs, die verder ook niet heel veel verstand van politiek hebben. Maar door die concentratie, die geldconcentratie, is echt een heel fundamenteel vraagstuk. Ja. Het is eigenlijk gewoon een vorm van hyperkapitalisme. Geldconcentratie is machtsconcentratie. Ja. Ja, want ja, dan kan je want dat is het, hè, die vraag van hoe kan je de invloed van grote bedrijven wegnemen? Natuurlijk heb je anticorruptiewetten, maar het gaat ook gewoon veel meer over van, ja, weet je, grote bedrijven hebben gewoon veel meer geld, kunnen gewoon veel meer mensen inschakelen om bij al die conferenties en beleidssessies te zijn. En ik denk dat is moeilijk om ze niet te laten zijn, tenzij het gewoon te veel belangenconflicten oplevert. Dat hebben we bijvoorbeeld, denk ik, ook gedaan met sigaretten. Oh. Of als het over volksgezondheid zijn, is sigaretten gewoon niet de oplossing. Nee. Dan moet je juist minder van hebben, of gewoon helemaal niet.
maar het gaat dus ook vooral van hoe kunnen wij zorgen dat burgers en NGO's veel meer dus erbij zijn. Dus dat we, ja, kijk, als ik kijk naar de oplossing die ik eigenlijk naar voren wil brengen, is dat mensen via Patreon gewoon veel makkelijker nieuwe mini-vertegenwoordigers kunnen opzetten. He, want een salaris van iemand die niet te duur woont, dus als je niet in Amsterdam woont, denk dat je rond met 1000 euro he, als single of met z'n tweeën bijvoorbeeld rond kan komen. Dus iedere twee, alle twee 1000 euro verdienen per maand. Nou, als je 100 vrienden hebt die een tientje geven, kan jij voor die 100 vrienden gewoon precies dat ene specifieke belang inderdaad behartigen bij al die verschillende bijeenkomsten. En als we daar voldoende mensen hebben die specifieke belangen die op elkaar aanschuiven passen, dan kunnen we ook daar veel beter weerwoord op geven. Ja, maar helemaal eens. Klinkt een beetje als community organizing fonds. Ja, ja. Ja, maar dat is het ook met Volt. Want we zijn niet alleen een partij waarbij mensen die in het parlement zitten een team hebben die aan de slag gaan. Het gaat erom dat zoveel mogelijk mensen waakzaam zijn om onze democratische waardes en de waardes die wij vanuit onze partij hebben of vanuit andere partijen hebben, dat veel meer mensen achter de partij zich ook maatschappelijk inzetten. Want dan ga je ook het verschil maken. En als het die groep te klein is, ja, en er zijn een paar rijke mensen die heel veel actief en goeds doen voor binnen de partijen, maar gewoon ook hun eigen belangen of hun eigen bedrijfsbelangen behartigen via hun partij. Ja. Hè, dat gebeurt, want uiteindelijk is het gewoon de meeste stemmen tellen ook gewoon binnen een partij, want het is gewoon in veel partijen democratisch. Ja. Maar dan heb je ook gewoon dat ze conservatief kiezen, omdat ze veel te verliezen hebben als er verandering komt. Ja. Ja. Verandering is bad for business. Ja. Althans voor het overgrote deel. Ja. Nee, dus Fons, eigenlijk wat je zegt, we moeten ons organiseren. Ja, ja. Organiseren. En dan gaan onze belangen ook steeds meer meetellen. Ja, want ik denk een van de andere vragen van welke, als ik kijk naar welke, een andere vraag van welke partijen zijn er niet goed gehoord. Hè, een van de partijen die nu echt opkomen zijn jongeren in het algemeen. Ja. Hè, als ik kijk naar veel verenigingen die ik ken, weten bijvoorbeeld nog niet genoeg aansluiting te vinden binnen jongeren. He, bijvoorbeeld energiecoöperaties is echt een concept dat in de jaren 70 is ontwikkeld. Als ik kijk naar de rapporten die naar Brussel gestuurd worden vanuit bepaalde sectoren. Ja, ik zie daar geen één keer jong professional in voorkomen, terwijl zij die transitie moeten doen in iedere sector. Maar dat is voor jullie generatie wel een vraagstuk, vind ik hoor. Want kijk, als je naar de Brexit kijkt, waarom is hij er? Ja, omdat jongeren niet zijn gaan stemmen. Ja. Dus, ik bedoel, het is eigenlijk wel moeilijker dan dat is het niet. Ja. Dus aan de ene kant hoor ik heel veel jongeren die echt best wel geëngageerd zijn, veel weten, veel van milieu weten. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook een stapje zetten en de moeite nemen om te gaan stemmen. Zo simpel is het dan. Ja, stemmen, maar ook juist dus actief zijn. Ja. Want je gaat ook echt pas zien hoe politiek werkt als je er zelf mensen kent die er bijvoorbeeld actief in zijn of er zelf in handelt. Ja. En als je dat niet doet, dan heb je het gevoel van ja, ik heb er geen grip op. Maar het is gewoon een soort kokend complex massa die gewoon een beetje beweegt. Ja. Maar als je er geen grip op hebt of niet weet waar je lijntjes zijn, dan zie je het echt al. Word je er gewoon niet positief over, want je hebt het gewoon niet te pakken van hoe je snapt waarom bepaalde besluiten genomen worden. Ja, als ik dan ook zit na te denken, onze generatie is natuurlijk ook opgegroeid in een relatieve welvaart, meeste van ons tenminste. Dus hebben jullie het idee dat die noodzaak of die boodschap wel duidelijk is overgekomen aan die nieuwe generatie? Om maar even de duivel te spelen. Ik voel me niet echt de meest. Kijk ik even naar jou, Fons. Kan je de vraag je antwoord op geven? Kan je nog een keer zeggen? Nou, denk je dat onze generatie, die in relatieve welvaart is opgegroeid, nog wel die noodzaak voelt om bij te dragen? Nou, dat is dus het interessante. Wij millennials hebben dat veel minder. Maar ik zie de jonge mensen die op de straat zijn geweest de afgelopen jaren, is millennial Z. Dat zijn de mensen die in 2000 zijn geboren, die met de telefoons al meteen op de middelbare scholen zaten. En die zitten in een veel instabieler klimaat, waarbij informatie niet meer weet of dat waarheid is of niet. Dus die voelen veel meer onzekerheid in de wereld. En die kiezen er dus ook voor om met memes, met grapjes, ook die demonstraties te leiden. Dus dat hoe in Den Haag en in Amsterdam de jongeren die klimaatdemonstraties gedaan hebben, dat werkt gewoon heel anders. Het was gewoon een soort festival, maar ze zijn wel heel duidelijk wat ze niet willen. En dat blijven ze heel vaak roepen. En ik denk, de volgende fase komt nu, waarbij ze zich niet alleen realiseren van je wil een verandering, maar hoe gaat het ook teweeg brengen? Ja. En, dus die visie van we weten heel goed wat we niet willen, maar we weten nu ook waar we naartoe willen. Ja, we hebben ook een beller, krijg je net te zien. Nou, ik ben heel benieuwd.
Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Ja, hallo. En we zijn live. Yes. Goeiedag. Ja, hallo. We zijn live. Ja, ik wilde vragen over het engageren van jongeren in de politiek, waar jullie het net over hadden. En je noemde al het platform waar organiseren voor landbouw- en milieu-issues. Zie je ook andere mogelijkheden, behalve digitaal, om jongeren te engageren? Even terugkomen dan misschien op je vraag. Dan even verder en dan terug. Dus ik zie echt een verschil in, want die huidigen zitten dus nu net eerste, tweede jaar op de universiteit. En je ziet vaak dat dat ondernemingsvermogen, dat je echt denkt van hoe kan je de maatschappij veranderen, is door meer experimenteerruimte te krijgen. Dat is het, daarom gebeuren veranderingen ook veel meer op universiteiten dan op mbo-scholen. Want studenten hebben gewoon veel meer vrijheid om te filosoferen van hey, waarom zit ik hier? Wat wil ik bereiken in mijn leven? En hoe kan ik dat met een bepaald thema of met een bepaalde skill oplossen? En ik denk, juist nu is de kans, zeker in je studententijd, om dat juist ook te doen. Maar niet te laten wachten dat je eerst een diploma moet hebben en dan pas kan je meedoen in de wereld. Maar dat je nu al het gevoel hebt van, hey, ik doe ertoe, want ik ben nu al gewoon, ik gebruik mijn gezond verstand. En ik kan nu al het verschil maken. En een vriend van mij is bijvoorbeeld bezig om green offices te bouwen bij mbo- en hbo-scholen. Dat zijn groepen binnen het kantoor die samen met het management van de school, samen met leerlingen, kijken van hoe kan ons onderwijs duurzamer, hoe kunnen wij als schoolgemeenschap ook al iets betekenen voor onze lokale gemeenschap. Stel het gaat bijvoorbeeld, je wordt kok. Nou, dan is het ook heel belangrijk dat je leert van wat is nu het nieuwe duurzame eten van de toekomst. Hoe zorg je dat je daar als kok ook mee speelt? Hoe kan je zorgen dat buurtbewoners ook kunnen genieten van wat jullie leren op die school? En ik denk dat die ontwikkelingen zijn nu gaan. En dat zorgt er ook voor dat er een veel groter potentieel van jongeren en young professionals ook mee gaan doen om die verandering teweeg te brengen.